Bismillahirrahmanirrahim. Vandaag een nieuwe hadith van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Een hadith waar wij waarschijnlijk ons allemaal aan houden. Waarom? Een hele dag gevast. Wat doe je dan op het moment dat iftar ingaat? Vaak krijgen we beelden te zien op social media waarin een persoon aan een niet biddende moslim vraagt hoe laat is het avondgebed en dat hij zegt hoe moet ik dat nou weten. En dat dezelfde persoon ondervraagt tijdens de maand Ramadan en dat die persoon meteen kan antwoorden met 21 uur 13 bijvoorbeeld. Waarom? Hij weet precies hoe laat hij gaat eten. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in een van zijn prachtige overleveringen dat de meest geliefde dienaar bij Allah de dienaar is die zijn vasten zo snel mogelijk verbreekt op het moment dat iftar in is gegaan. Waarom? Omdat Allah azza wa jal ervan houdt dat een dienaar beseft en ook aan Allah azza wa jal laat zien dat hij afhankelijk is van al de gunsten, van het eten en van het drinken wat Allah azza wa jal hem heeft geschonken. En zegt in een van zijn andere prachtige overleveringen dat de moslims in welvaart met khair zullen leven zolang zij hun vasten zo snel mogelijk verbreken op het moment dat iftar ingaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.